Lieverd, de dokter gaat je nu helpen. Een vampier? Hoe origineel. Klaag maar weg, zieke. Het gaat goed met mij. Met mijn kleine meisje. Mama, ik ben bang voor de dokter. Kijk naar haar neus. Laten we eens kijken. Ja, een zeldzaam geval. Sorry. Alleen amputatie zal helpen. Echt niet? Gewoon een draadamputatie. Grapje. Ik ben helemaal opgewonden. Het arme ding. Hij zal wel iets bedenken. Geef haar een injectie. Het is allemaal weg. De spuit is te groot. De eenhoorn kan deze breedheid jegens haar baasje niet meer verdragen. Nee, nee. Dat druist in tegen de principes van compassievolle kindergeneeskunde. Het lijkt wel een soort martelwerktuig. Goed. Eureka. Gewoon een beetje bedrog. En voilà. Het kind zal dus niet bang zijn. Een kleine hoornfontein. Het is zo schattig. Mama, vertrouw je mij met je kleintje? Ik denk het wel, dokter. Dan vertrouw ik jou ook. Wat een volwassen meisje. Alsjeblieft. Nu heb je antilichamen om de ziekte te bestrijden. Wauw, je bent net een goochelaar. Je hoeft me niet te bedanken. Wat is er mis met mijn methode? Ik heb de instructies gevolgd. Nou, word niet ziek. En als dat toch gebeurt, weet je bij wie je terecht kunt. Weet je, ik vraag me af wat er in de schedel van een skelet zit. Ik zie raten. Ik zie honing. Het is een bijenkorf. Maak de injectieplaats 3 dagen niet nat. Mama, ik ben gestoken door een wesp. Wat voor dag is het vandaag? Snel, naar de operatiekamer. Schiet op, deze wespen zijn giftig. Hey jongens, schrijf alsjeblieft in de reacties wat je moet doen om een bijensteek te overleven. Kijk eens naar die enorme angel. Rustig maar, ik denk dat ik een oplossing heb. Een rietje. We zullen het gebruiken om de angel eruit te zuigen. Alles behalve dat. Nooit. Hou dat ding weg. Ik begrijp het niet. Nu heb ik 2 rietjes. Maar wat moeten we uiteindelijk doen? Oh ja, de wesp heeft zijn angel achtergelaten. Ah, een waterkoelerpomp zal ons helpen. Ik hoop dat u weet wat u doet, dokter. We beginnen met de operatie om een vreemd voorwerp uit de hand te verwijderen. Wat geweldig dat ik altijd een klein kopje bij me heb. Ik denk dat we het hebben. Daar is hij, die vervelende angel. En tenslotte moeten we de wond desinfecteren. Geweldig. Moeder, breng een vrolijke pleister aan. High five. Ik probeerde ook te helpen. Bij. Oh. Oh. Achoo. Het lijkt erop dat ik verkouden ben. Virussen zijn niet welkom in ons ziekenhuis. We moeten u controleren. Ben ik snel. Oké, ik heb een stethoscoop nodig. Laten we het een beetje opkleuren. Bevestigbare hoektanden. Ik denk dat ze mijn grap leuk zal vinden. Hé, kind, kom hier. Wat voor soort martelwerktuig is dit? Mama, absoluut niet. Ik ben weg. Daar ben je. Je gaat toch niet weg voordat je gezond bent? Help, een monster achtervolgt mij. Wat een leuk spel. Sneller. Oeps. Je gedraagt je nogal vreemd vandaag. Ik kan niet eens meer spelen. En waarom zijn alle patiënten zo bang voor mij? Een beetje opgewarmd. Geweldig. Er zijn hier hoektanden. Ze zijn nep. Nee, het is zo koud. Wat kunnen we doen om het de kleine comfortabel te maken? Ah, een haarband. Ik heb er inderdaad eentje in mijn tas. Dokter, een kleine upgrade van uw instrument. Oh, geweldig idee, mam. Moet de patiënten niet een beetje lijden? Nu zal ik het niet meer koud hebben. Niet ademen. Adem. Ja, niet meer ademen. Nu ademen. Adem niet in. Het is duidelijk dat ze een longontsteking heeft. Siroop en pillen zouden moeten helpen. Voel je je nu op je gemak? Je hebt een pauze. Veel geneesmiddelen. Nee, ik pik het niet. Meer pillen. Je kunt niet zo onbeleefd zijn tegen jonge patiënten. Wat zie ik? Chupa Chups. Ik heb een plan. Geef mij de pillen. Nogmaals, ze vertrouwen me niet. Frustrerend. Akkoord? Ik ben ermee bezig. We moeten strikte steriliteit handhaven. Handen dragen zoveel microben. Laten we beginnen. Jellybeer doet geen pijn. Maak je geen zorgen. Verdachte stilte. Zuster, plaats het voorwerp in de zak. Uitstekend. Nu de operatie hoestsirooplollies. Sorry, we hebben je stok nodig. Dit recept is eenvoudig. Slechts 1 ingrediënt. Siroop. Oké, in mallige grootte. De stokjes geprepareerd.
En we plaatsen de snoepjes in de vriezer. Ze moeten mooi invriezen. Wat een geduldige dokter is dokter Blake. Werken met kinderen is zijn roeping. Het lijkt erop dat het klaar is. Dus, zullen we onze lieve patiënt trakteren op wat snoep? Desserttijd! Lieverd, kijk eens naar deze kleine beer. Ja, leuk! Nou, dat is geweldig. Wat dacht je van een Chupa Chup? Het is zo heerlijk! Ze hebben de weg naar het meisje gevonden. Wat nu? Ze stikt in de stok. Blijf kalm. En nu is dit een inbreuk op de persoonlijke ruimte, lieverd. Ik zal je een lesje leren. Je hebt ons echt laten schrikken. Verdwijn, partner. Om aanhoudende hoest uit te sluiten, heb je een röntgenfoto nodig. Het is nogal zenuwslopend. Weet hij wat hij doet? Dus, dokter? Oh jee, arm ding. Zo jong. Hoe gaat het eigenlijk met je? Wacht even. Dit is de enige manier waarop wij u kunnen helpen. Neem het gratis mee. Ah, is hij echt wel goed? Hij heeft de neiging om te overdrijven, natuurlijk. Wat zei hij tegen u? Mijn resultaten zijn verschrikkelijk. Rustig maar. Je röntgenfoto's zijn perfect. Ja! Wat een oplichter. Ik ga klagen. Epische mislukking. Godzijdank ligt het nu allemaal achter ons. Nu kan ik zelfs op bed springen. Wat een leuke dag. Auw. Deze plafonds zijn zo laag. Dat deed pijn. Oh, precies wat ik nodig had. Auw. Mia, wat nu? Is er iets mis? Ik heb mezelf geslagen. Ik heb een oplossing. Hou er gewoon mee op. Nee. Geef haar aan mij, maatje. Waar is hij heen gegaan? Wat? Ho, ho, ho. Hallo, kinderen. Had je mij niet verwacht? Oeps, help onze kleine. Mijn borst zal helpen. Oh, er is iets mis met mijn handen. Geef die likes een boost. En de kracht zal naar mij toe komen. Zoals dat. Wat een amateur, ik herkende je. Ja, mijn handen kunnen weer bevriezen. Wat? De bult is verdwenen? Bedankt. Ik heb cadeautjes. Wat aardig. Heerlijk. Oh, waarom doe je mij dit aan? Sorry, mam. Ik heb niets voor jou achtergelaten. En mijn tanden zijn een beetje vies. Ze zijn donkerder dan het smerigste vuil. Als dat gaatjes zijn, is het met je gedaan. Wil je je mond open doen voor ome dokter? Niet voor niets. Het is niet eng. Het is niet eng. Zo, eens kijken. Oh, het is allemaal erg. Elke tand wordt aangetast. Zelfs mijn tandartsrepel is nu nutteloos. Ik ben bang dat ik je weer teleurstel. Maar extractie is hier onvermijdelijk. Wat een monster! Heb even geduld. Geef me de tang. Waarom de tanden eruit trekken? Ze moeten schoongemaakt worden. Doe een stap achteruit. Laten we proberen het probleem op te lossen met behulp van het recept van mijn oma. Wacht even. Moeder krijgt een banaan, het meisje krijgt een schil. Geweldig idee voor een tussendoortje. Kijk, pak het maar en poets je tanden. Probeer het maar. Oké. Mia volgt het advies van de dokter op. En inderdaad, haar glimlach wordt weer parelwit. Wat een goede tanden. Ik denk dat ik van beroep moet veranderen. En het is bedtijd voor de kleintjes. Je hebt de schil laten vallen. Iemand moet gaan slapen. Echt? Hier, neem een deken mee, zodat je het niet koud krijgt. En het beste slaapmaatje is een knuffelbeer. Mia viel zo snel in slaap. Jullie twee, het is tijd om ook te gaan slapen. Maar ik ben niet moe. Ik ook niet. Ik zal met plezier slapen. Ciao. Slaap lekker, lieverd. Ik denk dat ik ook een dutje zal doen. Slaap lekker, dokter. Verrassing. Wat? Zowel daar als hier? Mevrouw Wheeler, de vampierjager. Maar het zal ons kleine geheimpje zijn. Begrepen? Ik werk altijd undercover. Geschokt, nietwaar? Wauw. Bang en tegelijkertijd verbaasd. En nu zal ik nog een wezen met slagtanden neerhalen. Je hoeft alleen maar de wapens te laden. Hier, neem dit ter zelfverdediging. Weet jij hoe je moet schieten? Begrepen, op wie jagen we? Ja, ja. Klaar? Het lijkt erop. Laten we dan beginnen. Ik wist dat je zou komen, Eileen Wheeler. Ik word een beetje bang. Mama! Laten we eens kijken in de kamer. Ja. Wacht even. Leeg? Vreemd. Heel vreemd. En waar is dokter Blake? Oké, meneer de vampier. Laten we verstoppertje spelen.
Mia, wakker worden. Je bent in gevaar. Haha. We hebben het doelwit gevonden. Ik weet wat ik moet doen. Wat? Oeps. Blijf staan. Een kogel voor jou. En ook een kogel van jou. Ik hou van je. Ik ben weer een mens. Oeh. Wat? Die enorme hoektanden zijn weg? Fantastisch. Je hebt ons gered. Welkom terug, collega. Hé, hey, blijf daar liggen. Ik sliep eindelijk. Waarom al dat geschreeuw? Sensatie. Onze onverschrokken jager heeft nog een paar bloedzuigers opgevangen. Wat zeg jij ervan, Eileen? Zonder mijn partner zou het niet mogelijk zijn geweest. Het lijkt erop dat iemand verliefd is geworden. Deze beroemdheden vervelen zich zo. Wat nu? Je komt er niet bij. Je benen zijn te kort. Geef hier. Het komt uit de bibliotheek. Je verpest het. Dat is hilarisch. Agent, doe alsjeblieft iets. Genoeg. Of je gaat een uur eerder naar bed. Oké. Geen grapjes meer. Dank u, mevrouw. Kijk uit, ik ben nog niet klaar. Ik ben helemaal niet bang. Oh ja? Heb je een luier nodig, stoere jongen? Ga door, ik hoor je toch niet. Klaar, maar ik heb meer nodig. Interessant. Het werkte. Het lijkt erop dat die gasten iets van plan zijn. Haha, ik heb het. Kun je wat stiller zijn? Nee, het toilet is geregeld. Laten we gaan. Ugh, die geur. Ja, pak de pin. Het zal helpen. Walgelijk, maar we hebben geen andere optie. Oh, ze komt terug. Snel, Taylor, volg mij. Ja, rennen. Kom binnen, Wednesday. Je hebt de juiste keuze gemaakt. We hebben de meest goed opgevoede en schattige kinderen. Ze hebben gewoon wat ouderlijke warmte nodig. Kijk eens naar die schattige gezichtjes. Echte glimlachen. Lachen? Die vrolijke ettertjes zijn zeker niet Wednesday's type. Ik hoor iets. Al onze kinderen zijn zo gehoorzaam. Oh, wat is er mis met jou? Het is een nachtmerrie. Ik kan niet eens ademen. Ho, ik draag een wasknijper. Kom op, Taylor. Blijf kruipen. Ik ben bang voor gesloten ruimtes. Mike, welke kant op? Als ik me goed herinner, is het naar rechts. Zijn hier weer muizen? Dat is een vreemd geluid. Oh, mama. Hey, bel 112. We hebben de politie hier nodig. Nou, dit wordt net interessant. Alleen de geur, dat is beter. We waren gewoon op doorreis. Ew, nope, ik doe het weer aan. Achoo! Iets warms, iets... Wat? Oh. Je hebt gelijk, dat is wat we nodig hadden. Ik hou niet van de manier waarop ze naar ons kijkt. Wat gebeurt er? Yo, waar zijn we? Ik weet het niet, maar ik ben doodsbang. Hetzelfde hier, bro. Hetzelfde hier. Is dit het? Het einde? We hadden in de gevangenis moeten blijven. Ah. Wat is er, kiddo's? Laat me voor jullie zorgen. 1, speen. 2, fopspeen. Hier zijn jullie fopspenen. Je wilt de buren toch niet wakker maken? Raak ons niet aan. We laten hier niet mee wegkomen. Wat is er met die rare kleren? En de geur. Eww. Dat moet anders. Man in black. Het stinkt tenminste niet. Dat is goed. Is dit een luier? Gigantische babyman. Wat voor demonische outfit is dit? Oeps. Oké, we veranderen het. Oh, deze is beter en ziet er verder uit. Wiens outfit zou jij kiezen? Die van Mike of die van Taylor? Schrijf je antwoord in de comments. Oh, schone jumpsuit. Bedankt, mama. Oké, ik ben niet inhalig. Ik heb ook wat eten voor je meegenomen. 1 havermout, 2 havermout. Geniet ervan. Wacht, wat is er aan de hand? Wat is dit voor bedrog? Waar zijn mijn gevangenen? Een tunnel? Zijn die twee ontsnapt? De geur. Zijn ze door het riool gegaan? Oké, je komt toch niet ver. Welkom in ons weeshuis. Dus je bent op zoek naar de perfecte kleine schat? Ja, natuurlijk. Al onze kinderen zijn perfect. Ze kunnen tot 10 tellen
en hebben niet eens schaatjes. Kijk naar die glimlach. Zo schattig. Wat? Dat klinkt bekend. Niet weer. Oh. Het lijkt meer op een gekkenhuis. Laten we hier weggaan. Oeps, mijn fout. De Troomtroom-politie is aan het werk. Heb je die boeven gezien? Die twee? Ik heb ze gezien. Bedankt. Je bent een echte hulp voor het onderzoek. Waarom overkomt mij dit altijd? Klaar om je nieuwe huis te bekijken? Ik hoop dat er een bibliotheek is. Knoppen. Klik, klik. Ze lichten op. Stop met op alles te drukken. We komen vast te zitten door jou. Eigenlijk gaan we naar de 5e verdieping. Maar als je geïnteresseerd bent, kan ik het je laten zien. Hoor je dat? Ja, graag. Hier bewaar ik de vervelende paparazzi. Wednesday, geef commentaar op de situatie. Hoe gaat het met de nieuwe familieleden? Ik snap waarom je ze hier hebt opgesloten. Ik heb een paar antwoorden op hun vragen. Ik benijd ze niet. Mmm, ruikt naar oma's vleespastei. De beste kwade koks koken op deze verdieping. Eeuw, ze lijken niet op mijn oma. Wat vreselijk. Geen verdoving. Hoe verdraag je dat? Is dat echt ketchup? Laat het ketchup zijn. Deze worst doet me ergens aan denken. Zijn jullie koks echt professionals? Het lijkt meer op een vinger dan op een worst. Profs, 100 uit 100. Een beetje te zout, maar verder oké. Ik zie dat je geen honger hebt. Ik zou je hotdog niet erg vinden. Tuurlijk, neem maar. Geniet ervan. Bedankt, maat. Experimenten? Onderzoek? Ik hoef alleen maar op een paar knoppen te drukken en het proces is al begonnen. De wetenschap kent geen limiet aan mogelijkheden. Er zijn zoveel coole dingen hier. Dit is mijn hemel. Ieder voor zich. Mijn hemelsbroodje. Dit is mijn geheime laboratorium voor experimenten. Buk! Jam! Hey, waar is mijn worst? Jij bent de worst. Kom hier, ik reken met je af. Ik zal al mijn gevallen vrienden wreken. Vijfde verdieping. Laten we gaan. Mam heeft wat dingen te doen. De beste oppas ter wereld blijft bij je. Hij heeft mij tenslotte opgevoed. Ik vind dit helemaal niet leuk, maat. Ja, het is een beetje eng. Een halter. Het werd tijd dat ik ging trainen. Ik heb er nog nooit zo een gezien. Maar het is goed om te stretchen. Taylor, je zit altijd in je eigen wereld. Dit is echt antiek. Mijn opa had dezelfde type machine. Ik schrijf Einsteins biografie. Albert Einstein is geboren op 14 maart. Het is zo leuk om met dit apparaat te werken. Wacht, ik typ niet eens meer. Is het vervloekt of zo? Mike had nooit verwacht deze bewoner van Wednesday's huis te zien. Oh! Taylor, er is een soort ledemaat. Welk ledemaat? Daar. Waarom doe je zo gemeen? Het is eng. Hey bro, kom binnen. Mike, kijk eens naar dit schatje. Raak het niet aan. Wat als hij tanden heeft en je bijt? Chill, het is gewoon een schattig huisdier. Oh. Auw, laat me gaan alsjeblieft. Stop het gevecht. Ik heb een beter idee. In de linkerhoek hebben we de gevangene bokser Taylor. In de rechterhoek zonder mooie spullen hebben we de nannybokser Thing. Ik zorg ervoor dat het gevecht eerlijk verloopt. Maak je klaar. Ga! Dat was hard. Dit is pas een gevecht. Taylor heeft zijn bleke tegenstander onderschat. Is dat een knockout? Sta op, Taylor. Het lijkt erop dat het kindermeisje een verboden handeling wil uitvoeren. Oh nee, hoe zal de atleethand daarop reageren? Ja, de winnaar is duidelijk. Help me. Pak de toets. Het werkte. Yes. Een witte vlag wordt gehezen boven de ring. En de kampioensgordel gaat naar de hand van de gevangene. Houden in, jongens. Tijd om te leren hoe je mensen bang maakt. Jij bent eerst, grote jongen. Laat zien wat je in huis hebt. Wil je problemen? Dan krijg je problemen. Weet je wel wie ik ben? Oh, kietelt. Zwak zoon, je hebt hier duidelijk oefeningen nodig.
Je weet er niets van. Bij de handje. Woe! Nou, zo. Serieus? Hij maakt een grapje. Prima, ik weet een manier. Hier, probeer deze ultracomplexe taak op te lossen. Oh, dat is indrukwekkend zo. Het is B. Wat? Alleen B? Er is de eerste B in mijn leven. Jij krijgt binnenkort je A. En nu een les over het vastbinden van een slachtoffer. Eens kijken wat jullie allemaal kunnen. Nou, dat is makkelijk. Ze onderschat ons duidelijk. Laten we dit doen. Wat is dat? Stop met blazen. Ik vat makkelijk kou. Daar zijn jullie kinderen. Tijd om naar huis te gaan. Of je mist je eten. Dat was makkelijk. Het zijn geen echte criminelen. Het was leuk met Wednesday. Ja, ik zal deze ene dag van vrijheid nooit vergeten. Net zoals ik deze stank nooit zal vergeten. Weer een alledaagse ochtend voor onze atleet en nerd in de gevangenis. Pythagoras is een grapjas. Maar wacht, het lijkt wel een Wednesday Addams tune. Wow, de echte Wednesday Addams. Ha, wil je een serenade? Oh, mijn hand. Verdien het. Ik ben verliefd. Ze is geweldig. Newbie, mevrouw Adams gaat ons veel problemen bezorgen. Oké, het is tijd om onze donderwolk op te sluiten in de cel. Waar is het? Ik haal altijd mijn sleutels door elkaar. Waarschijnlijk door Adams' magie in de lucht. Zelfs guillotines zijn moeilijker. We hebben zoveel geluk. Ik pluk ze al sinds mijn kindertijd. Dit lijkt niet op een isoleercel. Welkom in de troongevangenis, lieverd. Vrolijke criminelen hier. Laten we het opknappen. Ugh. Rauwende kleur is een slecht voorteken. Ik zal een plek zoeken om in melaganiet te verzinken. In de naam van schorpioenen. Zulke heldere bedden met een hoop prularia passen niet bij mij. Laten we andere opties bekijken. Grijsachtig. Geweldig. Oh, ze is onverbiddelijk. Het bandietenmeisje zal van mij zijn. Bidis Archimedes. Donkere magie? Wilt u een persoonlijke stylist? Schrijf onder de video. Wow, en ze is geen slungel. Ga je gang, Casanova. Blijf staan. Besloten om op mijn terrein te komen? Deze band leert je meteen om andermans grenzen te respecteren. Wednesday's Sonny is buiten bereik, duidelijk? Je raakt tenminste niet verveeld met haar. Laten we proberen haar niet woedend te maken. Schoonheid is een vreselijk iets. Tijd voor mijn favoriete nachtmerries. Zoals een schattige baby tarantula. Trouwens, ik heb een plan. De prinses van de duisternis zal zich niet verzetten. Doe je ogen open, atleet. Het is te vroeg om afscheid te nemen van het leven. En Wednesday kan niet voor de gek gehouden worden. Voorbij zo'n bewaker zal zelfs een vlieg niet onopgemerkt blijven. Het lijkt erop dat we een omweg nodig hebben. Ik kreeg onlangs een blauwdruk van onze gevangenis. Versla de bewaker met schaken. Laten we kijken wat we kunnen doen. We beginnen bij onze bedden en sluipen van rechts naar boven. Ze zal verrast zijn. Wacht, wacht. Voor wie zijn we bang? Dat kleine handje? Ik heb biceps van staal. Daar ga ik. Oh-oh. Overgang naar stealth-modus. Oeps. Operatie geannuleerd. Werd te enthousiast. Waar ga ik dan heen? De bedriegelijke manoeuvre is van jou. Ik heb een idee. Probeer het niet eens. Er is geen keusteler. Het genie heeft besloten. Tadaa. Een kleurrijke manicure is de sleutel tot succes. Kijk maar. Oh, goed gedaan, Mike. Ik heb mijn best gedaan. Laten we het plan nog een laatste keer bespreken. Oh, ik zal het onthouden. De trotse bewaker heeft nog steeds dienst. Hoe zou jij hem te slim af zijn? Laat je antwoord achter in de comments. Maar van wie is deze mysterieuze schoonheid? Zal Thing in het web der liefde trekken? Onze mini Adams is echt in de ban. Laten we nu de uitgang blokkeren. Het monster is er niet meer. High five, kerel. Ik voel me gevangen. Hallo? Wat is er aan de hand? Dat is een verdachte stilte. Precies. Ik kan Thing's gestamp niet horen. Vergeet die kerel. Pak in plaats daarvan mijn hand. En de mijne kent oefeningen. Oeps. Slimmere vingers zul je niet vinden. Lichaamscontact gedetecteerd. Begrepen. Ik zou een geschikter apparaat moeten hebben. Ma, tijd om te vertrekken. Ik moet het verlies bespreken met de enige geschikte mensen.
begrepen? Ik heb hier een incident. Ding is vermist. Heb jij hem misschien gezien? Wat een nieuws, lieve dochter. Oh, Gomez, tragedie in de familie. Arme Thing is verdwenen. Nog voordat kleine Wednesday het wist. Zo'n triest verlies. Ik zal Lurch posters laten ophangen in de stad. Freeze! Wacht even. Luitenant Chris is een en al aandacht. Ik luister aandachtig, sir. Zeker, zal gebeuren. Ik begin nu. De materialen zijn succesvol afgeleverd. Over en uit. De baas is raar, zoals gewoonlijk. Vandaag niet. Rustig aan, je kunt niet eens meer grappen maken. Kom op. Wordt gestreken en zo goed als nieuw. Juiste beslissing. Geen enkele fout, Wednesday. Je mag leven, Anderson. Wat een totale schande. Geen baan, maar alleen maar stress. Hey, knorrepot. Eigenlijk hebben we een regel voor het dragen van het uniform. Ik denk niet dat het kwaad kan om je stijl te veranderen. Pas bij je ogen. Of anders. Uniform, zeg je? Waarom niet? Laten we ons ontdoen van de politiespullen. Dat is onze kans. Eindelijk een slimme generaal. Je ziet er geweldig uit. Hey, het gezicht van gerechtigheid. Wij dienen Troom City. Hier, meneer Anderson. Volledig uit de hand gelopen. Ik hou je in de gaten. Ziek en moe van de gevangenis. Wil je elkaar beter leren kennen? Verrassing. Kan niet tegen piranha's. Makkie. Ik zal mezelf vermaken met schermoefeningen. Perfect in balans. Oh nee. Noem me het duistere heer, baby. Hij. Vind je het leuk? En ik begon net te genieten van de stilte. Bananen zijn op. Oh, te veel helderheid. Ik ben onteerd. Meer bezoekers? Coole outfit, Mike. Wat dacht je van een afspraakje? Ze hebben een lesje discipline nodig. Kom dichterbij en ik zal geen genade tonen. Wow, nog steeds in het zwart. De pas is toegestaan. Let nu op deze, popje. Te druk voor dat. Je kunt niet zo'n sneeuwvlokje zijn. Eén momentje. Wat ben je van plan? Gewoon een handgemaakt souvenir. Uit het hart. Je hebt het echt gedaan, macho. Heilige kakkerlak, hij is onbreekbaar. Er komt een hobbel. Je zult je niet verbergen voor de slagen van de liefde, bro. Grote, hopeloze opties. Klinkt bekend. Shift report. Heb 2 donuts gegeten. Ik kan me niet eens concentreren op de puzzel. Wat een vervelende directeur. Ik sta op het punt te ontploffen. Elegant mijn neus gekrapt. Verveelt het niet om op de toetsen te slaan? Ik denk aan mijn gothic boek. Belangrijke gebeurtenissen. Geleerd het strijkijzer te gebruiken. Ik ben te aardig voor hem geweest. Succes van de dag. De oproep van de baas genegeerd. 4 keer achter elkaar. Mijn geduld is op. Strategische plannen. Schaamteloos ontspannen. De snorkammen en de gevangenen uitschelden. Postscriptum. Ik zal proberen mijn uniform terug te krijgen met alle middelen. Hey, ben ik klaar? Geen geluid. Wat jij zegt, afgesproken. Ik zal verder typen met 1 vinger. Ondraaglijk. Mijn hemel, waarom zo onbeleefd? Zal niet meer gebeuren. Mijn hart stopte bijna. Kijk in mijn ogen. Shh. Ik bewaar mijn aantekeningen voor vanavond. Ik dacht dat ik een talent had. Ik kan beter aan het verleden denken. Bedankt voor de vakantie, jongens. Cadeautjes eerst. Voor mij? Gefeliciteerd, Chris. Ik wil promotie. Jee! Zullen ze wat plezier maken? Probeer alleen mijn bed aan te raken en je bent klaar. Geef het op, losers. De dramatische entree van een veldagent. Handen omhoog, wapen op de grond, gevangenisrambo. Probeer niet te smelten, meneer Proteïne. Broeders voor altijd. Nee, ik zal herinnerd worden als een slachtoffer van een slechte jet. Laten we het feestje vieren. Joehoe, mooie beat. Ik ga dansen met mijn handen boven mijn hoofd. Zoals Chrissy zei, ik ga dansen. Dat waren gelukkige tijden. Hey! Moppert onze schorpioen weer. Geen gelach hier, baas. Genoeg, ik ben moe van haar tirannie.
Je trucjes werken op mijn zenuwen. Je bent vrij om te gaan, Wednesday. Tot nooit meer ziens. Verlaat ons niet, kleine vleermuis. Ben je niemand vergeten, jonge Miss Adams? Dat klopt. Er is hoop. Ze zal zeker terugkomen voor hem. Laten we wachten en een warm welkom voorbereiden. Hé, wat is er aan de hand? Je geliefde baas gaat op vakantie naar de eilanden. Het beste. Wat gaan we doen? Nou, we zijn niet nieuw in avonturen. Wednesday Adams wordt geadopteerd. Wie zal de gelukkige zijn? De felle strijd zal beslissen. Ontketen je innerlijke panter. Oh, mijn lippen. Meer tips voor het gevecht? Beangstigende manoeuvretijd. Pak aan, gravin van de duisternis. Auw. Ronde 1. Laat het Wednesday-adoptiegevecht beginnen. Alleen geen spoilers. Je moet meer helderheid in je leven hebben, dochter. Zo'n mooie roze past perfect bij jou. De 10e dag bij de Longlegs. En mami wil nog steeds niet opgeven. Heilige schorpioenen, nu is het duidelijk wie de winnaar wordt. Hier kom je niet mee weg. En een geheime truc liet Daddy niet in de steek. Geef me een knuffel, baby. Geen kans. Niet in de stemming voor genegenheid? Dat is prima. Ik ben klaar, denk ik. Allereerst house tour. Wat vind je van de ornamenten, Wednesday? Waar is wat mist en allemaal spinnenwebben? Is er geen enkel donker detail? Geen aangename verrassing. Gewoon leuke meisjesdecoratie. De dochter is niet blij. Ik weet wie haar zal vermaken. Heb je ons gemist, Shaggy? Lieverd? Niet eens op je slippers gekauwd. Huggy is een goede jongen. Huggy wil alleen maar spelen. Waarom is hij zo vriendelijk? Shoo! Ze is echt een donderwolk. Ik zal je leren om stralen van positiviteit de wereld in te sturen. Laat je tanden zien. Het is nutteloos. We hebben een andere methode nodig. Abracadabra, Wednesday danst de chupacadabra. Niets kan dit kind aan het lachen maken. Ook niet kietelig? Laat een like achter. Als je hier geen plezier hebt, werk je. Doe iets nuttigs. Wow, het lijkt erop dat het Longlegs huis al een tijd niet is schoongemaakt. Gewoon marteling. Cool, dat is dan afgesproken. Laat hem niet los van de riem. Joehoe, ik zal joggers achtervolgen in het park. Als hij iemand opeet, is het niet mijn schuld. Gehoorzaam, Blue. Heb een mooi leven. Oeps, maatje Huggy werd te opgewonden in de frisse lucht. Nu zal niets de dorst van het monster stoppen om grappige mensen bang te maken. Heb jij huisdieren? Schrijf hun namen in de comments. Phew, dat voelde beter dan de achtbanen. En nul kinderen in de rij. De laatste stofdeeltjes. Easy peasy. Ook klaar met wassen en wassen. Je hebt het allemaal in een oogwenk gedaan.